En weer goedemorgen en super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Brian Weerman en het is net 8:15. Ik ben net wakker geworden hier in het lekkere New York. Kijk dan maar eens even. Oh, ik dacht ik wil even de gordijnen af, want dan kunnen jullie het even zien. Kijk dan maar eens even. Oh, dat is veel te vroeg. Heerlijk wakker geworden. En kind en papa zijn even naar de winkel voor een ontbijtje. En toen zijn ze even aan het douchen. En we gaan vandaag heel veel dingen doen. Ik heb wel prima geslapen. Weet je, ik was een jetlag, ik was om 4 uur al wakker. 4 uur was ik al wakker? Nee, 6 uur al wakker. Dat was wel kut. Maar daarna wil ik ook slapen. Dat we snel weer douchen en ons klaar gaan maken. We zijn ondertussen onderweg naar de Brooklyn Bridge. Dat is deze brug. Natuurlijk de beroemdste brug. Van New York. Ik wou niet meer zeggen Amerika, want je hebt natuurlijk ook nog de Golden Gate Bridge. Misschien is die wel beroemd, dat weet ik allemaal niet. Maar we lopen nu even om van de zijkant te zien. Kijk. Dus het is helemaal leuk. En ik heb weer dezelfde kleding aan als gisteren. Als je denkt, hoezo, je hebt een heel t-shirt gekocht gisteren. Ja, maar die vind ik niet zo mooi. Dus ik heb die gisteravond uit eten en naar Times Square aangehad. Want dan heb ik hem dit shirt even gewassen in de tussentijd. En dan nu zo. Ik zet even kijken. En kijk dan hoe mooi. Wauw. We staan dus nu onder de Brooklyn Bridge. Kijk. Hier zo. En dan heb je daar Manhattan. Dus daar slapen we ergens. En dan zie je daar. Daar is het Vrijheidsbeeld. Even kijken. Dat. Dus je hebt echt. Ja, alles hier. Alles hier in één keer. Maar daar gaan we natuurlijk nog heen. Daar gaan we nog langs varen. Langs de Vrijheidsbeeld. Maar. Ja, kijk dan! Wauw! Ik dacht dus dat we daar sliepen, maar we slapen dus helemaal daar ergens. Vind je het lelijk, hè? Ja, dat is waar. Vrij zo met al die kanen erachter. Dat is inderdaad niet zo jammer. Toe, want met die pont kun je dan langs de Vrijheidsbeeld. En je loopt hier echt langs gebouwen waar je denkt, halleluja. Dan moet je gewoon helemaal zo omhoog kijken om het uit te zien. Een regenboog in de lucht. Een regenboog in de lucht? Oh ja. Zo. Hey, dat is raar. Jawel, gewoon rug naar boven je. Huh? Er is hier dus een kunstwerk van een stier. En kijk naar wat voor lange rijden staat. Om de foto gaan met de achterkant en dan heb je hier ook nog een hele rij om op de foto gaan met de voorkant. Ik snap niet waarom je dat zou doen als je in New York bent. Dat je dan zo in een rij gaat staan om... Dat brengt geluk. Ja, dat brengt geluk als je stierenballen aan. Oh ja, kijk. Nou, ik hoop voor hem dat hij heel veel geluk heeft. Hij heeft er ook 45 minuten van zijn leven voor weg moeten gooien. Maar ja, als het waard is, is het waard. Langs het Vrijheidsbeeld naar Staten Island, volgens mij, als ik het goed heb. En hier zie je dus heel de skyline of New York. Kijk, en dan denk je van hier 1, 2 en dan 3. Maar dat is dus New Orleans. Dat is dus weer al een heel andere stad en ook een andere staat. En dan daar in het midden, ergens daar, dat is dan het Vrijheidsbeeld. Maar we gaan nu even kijken of we iets kunnen drinken. Want ja, het is ook niet leuk om tegen terug te gaan. Maar ja, we gaan even kijken of we iets kunnen drinken. En misschien even lunch, want het is ongeveer. Nu ongeveer 1 uur. Dus. Ja, we gaan even lekker staat. Lunchen bij Shake en Shake. En ik heb er geen zo. Dus lekker patatje met een burger. Ja, eet smakelijk. En hier is dan het 9-11 monument. Daar heb je er één met water. Deze is zonder water. Ik vind het gewoon bizar om over na te denken. Dat dus mensen dachten van laten we gewoon een terroristische aanslag doen en in zulke gebouwen vliegen. Echt te bizar voor woorden. Maar we gaan weer verder. Daar we wouden net weer even ergens heen gaan en opeens zagen we dit. Deze olifanten. Oh, allemaal brandwit hier.
olifanten op de bus. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Laten we daar eens even gaan kijken. Nou, het is heel raar dat dit opeens staat. Je mag op alles klimmen over de autobus. Want ik wil net zeggen, er staat hier zo'n bordje. En dan zie je overal mensen opklimmen. Maar het staat gewoon heel random hier midden. Naast dan door 9/11 monument staat dit er. Kijk, je zou nu zeggen dat dit een normale fontein is. Maar dit is de fontein waar dus de intro van Friends is opgenomen. Ik moet daarover nadenken. En daar zit ook gewoon iemand een videoclip op te nemen. Mama liep er gewoon zo doorheen. Gewoon zonder... Zullen we nadenken, liefst er doorheen. En opeens zijn we ook in Parijs. Het is opeens een heel random park midden in de stad in de Pest. Allemaal dit soort kleine dingen. En dit zie je zo best wel vaak in die tussenstukjes van Friends. Zoals ik het heb allemaal terugzet. We zijn nu terug in het hotel. Het is nu 6:30 en we dachten, we gaan even vragen of onze koffers er zijn. Dan zouden we 2 keer gebeld worden door de vliegtuigmaatschappij en het hotel zelf als ze er waren. Dus we waren al bang dat het niet zou zijn. Dus we dachten, we vragen toch even. Maar nee, geen koffers. Dus dan wordt vandaag weer shoppen, want we hebben niks. Ja. Dit is echt geestelijk. Echt. En over anderhalf dag gaan we naar Washington. En als we het dan niet hebben, dan hebben we nog veel groter probleem. Dus ik vrees echt. Oh. En we zijn weer terug. Aan het shoppen. Aan het shoppen, zeg het goed? Ja, denk het wel. Want ja, geen koffers betekent dat we gewoon weer nog een keer moeten shoppen. Want al had ik geshopt voor 1 dag. Dus nu gaan we nog een keer shoppen. Ja, is niet best. Ja, ik hoop echt dat ze nog een keer binnenkomen. Natuurlijk moeten we voor... overmorgen, want dan gaan we de trein naar Washington. Maar nu wordt het wel echt vervelend. Zo, kijk, ik heb dit t-shirtje aan. En dan... Ik hoop dat je een goede achterkant kan zien. Die achterkant. Dus ja, ik denk dat dit er maar wordt, hè. Even een nieuw t-shirt. We zijn nu even ontbijt voor morgenochtend aan het halen. We hadden vanochtend brood. Nou, dat was echt niet te eten. Dus ik dacht, dan nemen we nu even een yoghurtje mee. En dan halen we het nu al. Dan hebben we morgenochtend daar geen last van. Wat zijn we gaan doen? Is echt een hele grote supermarkt. We zijn even aan het kijken wat we allemaal kopen. En dan in ieder geval ontbijt voor morgenochtend. Ik had jullie gisteren nog een rondtour beloofd. Dus ik dacht, ik geef hem even nu. Een dag te laat, maar alsnog. Hier is de badkamer. Met een wc, een douche. Ja, voor de rest gewoon prima. En dan dit? Ja, doe open. En dan hier de slaapkamer. 2 bedden. Het voorgerecht, een lekkere mix salad met een lekker broodje. Heerlijk. En het avondeten, een lekkere pizza marinara. Dit is echt gewoon heel lekker. Gewoon lekker pizza met tomatensaus. En dan heerlijk. Zo, ik lig weer heerlijk in bed. En ga zo lekker slapen. Want morgen hebben we onze laatste dag alweer in New York. Gaan we lekker fietsen door Central Park volgens mij. En de rest weet ik niet helemaal. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En zorg er zeker voor dat je morgen weer kijkt. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao, bello.